Schoenen voor Bumble. Wat zei je nou? Ik zei dat het misschien wel eens leuk zou zijn om als een normaal persoon te leven. Wat? Zonder avonturen met monsters en geesten? Trouwens, dat normale gedoe is wel heel erg saai. Dat bedoel ik nou. Zeiden jullie iets over geesten? Zou kunnen. Hoezo? Nou, want Soep en ik houden net een wedstrijd over geesten. Daarom. Fantastisch, Fort. Geweldig idee. Wil je niet weten wat voor wedstrijd het is? Nee, niet echt. Het gaat over de oude smederij. Ja, de oude smederij. Hij staat al jaren leeg. En mensen die er voorbij lopen, die zeggen dat ze dingen horen. En 's nachts zijn er mensen die zelfs dingen zien. Het zit vast vol met geesten. Wat houdt de wedstrijd in? Uitvinden of de verhalen waar zijn. Wie heeft het lef om daar vannacht heen te gaan? Hey, jij dan, Zik? Je hebt thuis toch ook spoken? Je voelt je vast meteen thuis. Klinkt gevaarlijk. Ik zei al dat hij bang was. Ja, maar ik had het eerst tegen jou gezegd. Zik heeft gelijk. Dat huis valt uit elkaar. Als daar iemand naar binnen gaat, dan kan hij zo door de vloer heen zakken. Dat kan ons niks schelen. Ja, dat lijkt me lachen als hij door de vloer zakt. Ik ga niet mee. Goed zo. We luisteren toch niet naar jongens die met meisjes spelen. Als jullie twee nou ophouden met zeuren, gaan we wel mee naar dat stomme spookhuis. Oh, ja? Oh, waarom niet? Als lafaards zoals Fort en Soep niet bang zijn, kan het nooit erg wezen. Oké! Oké! Fact! Wacht, was dat nou een belediging? Maakt niet uit. Alles is klaargezet, toch? Inclusief de camera? Ja, maar volgens mij was het een belediging. Bab, pap, ik ben thuis. Ze zijn er niet, Zik. Ze zijn in de bloemenwinkel. Oh, nou misschien kan ik het ook wel aan jullie vragen. Wat wil je weten? Weten jullie misschien iets over de oude smederij? We weten wel een beetje. Nou ja, het is al wel een tijdje terug. We zijn opgegroeid met de kinderen van de smid. We speelden altijd met Jeremia Smit en zijn broers. Wow! Maar wat is er dan gebeurd? Mensen veranderen. Toen de broertjes Smit groot werden, groeiden we steeds verder uit elkaar. Dit is een kans. Zik is helemaal met het verhaal van opa bezig. Niet zo hard. Toen ze ouder werden, hadden Jeremia en zijn broers nergens over. Behalve dure spullen. Vooral Jeremia. Geld en mooie dingen was het enige wat hij belangrijk vond. Om te kopen of af te pakken van iemand anders. Na een tijdje trokken de broers zich terug in dat huis. Bleven daar een hele tijd totdat, nou ja, totdat hun tijd op was. En nog wel zo'n prachtig huis. Bumble, wat doe je hier? Oh, fijn. Bumble, wat doe je? Bumble heeft de teleskates ingeslikt. Weten we. Bumble, sorry. Oh, vogels. Ah.
dat wel? Met het losgeslagen Bobo is geen schoen meer veilig. Ik dacht aan zwarte fantomen. Een monster als Bombo trekt ze vast aan. En als een zwarte fantoom Bombo vindt? Wij moeten hem als eerste vinden. Kom op! Kom op, we moeten er even doorheen. Kunnen we daarna wat leuks doen? Juist. Oké, dus dan gaan we. Oké. Ga jij maar eerst. Nee, jij. We gaan tegelijk. Goed idee. Ja. Nou, kom je nou nog? Dit valt op best mee. Waar zijn die Fort en Soep? Volgens mij waren ze toch te bang om hier te komen. Wie had gedacht dat ze zo kunnen rennen? Heb je het? Oh ja, haarscherp! Die jongens van de homevideowinkel zullen spullen! Denk je dat we hiermee de hoofdprijs winnen? Kan niet missen! Want dit is nog veel grappiger dan die baby met die hond die vorige week won! Wat is er gewoner dan een monster zoeken dat een stel teleportskates heeft ingeslikt? Iets gevonden? Niet één van de geesten hier heeft hem gezien. Hier ook niet. Ik snap het. Je opa en oma waren in de huizen in de buurt rond om de andere geesten te vragen of ze het roze monster soms gezien hebben dat de skates heeft ingeslikt. Snap je? Zei hij dat? Nee, dat heb je me net zelf uitgebreid verteld. Kijk eens wie we daar hebben. Kom binnen. Eens kijken hoe moedig jullie zijn. Vandaag niet, jongens. We hebben het nogal druk. Bovendien zoeken wij een onzichtbaar monster dat een stel teleportskates heeft ingeslagen. Wat zei ik? Deze plek is een magneet voor gekken. Grappig, dat wilde ik ook net zeggen. Oké, Fort en Soep, we gaan wel mee naar binnen. Oh ja? Natuurlijk, meneer Ziek, deze kant op. Na jullie, hoor. Waarom doen we dit? Ik denk dat Bombo hier binnen zit. Als ze deze twee vallen, dan winnen we zeker. Het zou me niks verbazen als ze hier wat hadden uitgehaald om ons bang te maken. Bedoel je een rubberen vleerbuis die aan het plafond bungelt? Ja, dat soort dingen. Natuurlijk. Het zou gek zijn als het niet zo was. Uh-oh, monsters. Nee hoor, alleen stof. Ziek hier, Bombo in problemen. Hey Ziek, ligt dat aan mij of is dat een zwevend pompoenlicht? Ja, ik gok dat het Soep is met een hengel. Hè? Als ze zo suf blijven doen, dan winnen we nooit wat. Bombo moet naar huis voor Ziek hem vindt. Oeps, Bombo, sorry. Ik ken die blik. Wat heb je gehoord? Bombo? Yep. Wat was dat? Iemand schreeuwde. Dat zou je toch moeten herkennen? Het klonk niet als een mens. En het ruikt ook niet als een mens. Het ruikt als een monster, jongens. En het klinkt als een lekkere grote. Achter de maan dan! Zagen jullie dat? Dat lijkt wel een lopend buffet. Het is lang geleden dat ik zo'n monster heb gegeten. Dat monster is in zijn uppie een heel vier gangen diner. Bombo moet heel erg naar huis. Kunnen we je helpen? Ah, fantoom,
Doe eens wat aardiger. We worden tenslotte onafscheidelijk. Stoppen! Kunnen jullie na al die tijd geen monster meer vangen? Hoorden jullie wat? Ik hoorde niks. Jij wel? Ik niet. Hoorden jullie wat dan? Nee, wij horen helemaal niks. Wat is er te horen dan? Tot nu toe is het niet erg eng beneden. Ik ga maar eens naar boven. Rustig, jongens. Er is genoeg monster voor ons allemaal. Ik ga wel eerst. Hé, jij mag altijd eerst. Ja, en wat er nog? Niks. Het was alleen maar een constatering. Een constatering? Oké, dan mag je nu constateren dat ik een hap neem. Wat een prachtige dag. Eerst dit lekkere, dikke monster. En nu, als ik me niet vergis, een dibber. Oh, ik geloof dat ik nog nooit temmen heb gegeten. Ze zeggen dat het naar kip smaakt. Blijf je even hangen? Fort of soep? Zichtbom. Nee, dit is een echte geest. Het werd tijd dat ze bang werden. Blijf filmen, blijf filmen. Wauw, als die jongen bang wordt, dan wordt hij echt bang. Wat doe je? Daar hou je de geesten toch nooit mee tegen? Dit is om Fort en Soep buiten te houden. En het is niet zomaar een geest, maar een... Een zwarte fantoom? Dat is erg, hè? Kijk, lelijker en lelijkst. De hapjes van tegenwoordig hebben wel een grote mond. Energiebeest. Elena, bukken! Zijn ze weg? Zie? Niet voor lang. We moeten Bobo hier weghalen. Als Sik al bang wordt van een spook aan een touwtje, moet je zien wat er gebeurt als er één achter hem aankomt. Sorry, Soep. Bobo, waar ben je? Daar, ik hoor hem. Huh? Oh, nee. Weg hier. Het emmer is van mij. Jullie mogen het monster. Wat nu? Ze gaan weer aanvallen. Al krijgt hij hier. Oh, de andere telescoot. Die heeft Bobo laten vallen. Ik zei, jullie mogen het monster. De temmer is van mij. Wacht eens even. Ik denk niet dat dat zo'n slecht idee is. Tot later. Geen probleem. Pak mijn hand. We teleporteren ons hieruit. En wie wil doen? Zo gek. Ik dacht dat teleporteren iets met verplaatsen te maken had. Oeh.
Oké, ik geloof dat ik het nu wel onder de knie heb. Zeg, is alles goed? Met mij wel, maar de zwarte fantomen hebben Elena en Bombo ook. Wij vinden Bombo wel. Help jij Elena? Geen band meer? Kunnen we niet ergens overheen tapen? De trouwerij van mijn zus? Perfect! Dat interesseert toch helemaal niemand. Waar is de teller? Zocht je bij? Is dat toch? Je denkt toch niet dat het in dit huis echt spookt, of wel? Als het zo is en we kunnen het filmen... dan winnen we heel wat meer dan die home-videowedstrijd. Wat ga je nou doen? Als de spoken denken dat ik er ook een ben, dan komen ze vast vanzelf. En dan kun jij ze filmen. Slim bedacht. Nee, zou toch mooi zijn. Even makkelijk. Ja. Wat doen jullie? Oh, niks. We wilden alleen... We wilden net weggaan. We komen je meenemen, Bombo. Rustig maar. Geen tijd te verliezen. Zijn hier nog spoken? Oh, dat was zwaar, zeg. Bedankt. Hey, gaat het wel? Ik wist wel dat je moe zou worden. Een maaltijd is altijd beter als je er niet voor hoeft te vechten. Ziek, vangen! Hé, ik lust geen brillen. Ik denk dat we beter niet op deze verdieping kunnen blijven. Hij is te zwaar. Zal ik hem laten ontploffen? Dat lijkt me geen goed idee. Of wil je soms dat het hele huis bovenop valt? Kan je niet weg, kleine temmer? Laat ik met rust! Kijk eens, wie hebben we daar? Wist je niet dat monsters bang zijn voor zwarte fantomen? Bombo bang, maar Bombo helpt! Wat vrienden belangrijker! Wat jij wil! Als jij zo graag het aperitief wil wezen, wie ben ik dan? Nu stoppen, Jeremia Smit! En wie ben jij dan wel? Weet je niet meer wie we zijn, Lummel? Dan zou ik maar eens goed nadenken. Bedankt. Dank je, Bombo. Weet je zeker dat je ons niet meer kent? Nee. Je was vroeger al een stommeling en dat ben je nog steeds. Hé, dat zijn die Theo en Tessa. Zal best. En nou wegwezen, ik ben bezig. Je kunt toch niet winnen. Oh nee, en waarom dan niet? Hij is onze kleinzoon en al is hij jong, hij is slimmer en volwassener dan jij. Je kan nog heel wat van hem leren. Mijn oma heeft gelijk. Maar als je nog niet overtuigd bent, dan help ik je toch een handje. Twee zelfs, vol met pure groene domenergie. Ideaal om lelijke fantomen zoals jij te verpulveren. Er is nog een andere oplossing. Je kunt ook vertrekken, ontsnappen, weer hoop krijgen. Ik vind dat ze gelijk hebben. Tijd om te vertrekken. Ik sterf hier langzaam af. Ach, hou jij toch je kop. We doen wat ik zeg. En ik zeg hier blijven. En jullie moeten ook ophouden. En al wegwezen uit mijn huis voordat ik vervelend ga worden. Luister naar je broers. Die zijn slimmer dan ze eruit zien. Maar jij mag het zeggen, hoor. We kunnen het ook zo doen.
Ik denk alleen niet dat het huis nog veel meer kan hebben. Misschien heb je gelijk, maar mogen wij het monster houden? Was ik al bang voor. Kom op, jongens. We gaan eens kijken of het buiten leuker is. Wat bedoelde hij? Slimmer dan ze eruit zien. Je zou toch zeggen dat hier tenminste één huis moet zijn dat we kunnen betalen. Schatje, wat denk jij hiervan? Dat krot. Elke keer dat we langskomen is het weer verder vervallen. Maar nu is het opeens anders. Misschien is dit toch wel wat voor ons. Daar is een to-go-bord met een telefoonnummer. Dus alles is nu helemaal in orde? Vic? Elena? Help! Huh? Oh ja, Elena. Nu is alles helemaal in orde. En de winnende video van deze week komt van Elena Aardappel. En de verliezers zijn die twee jongens die niet van een kroonluchter kunnen vallen. Maar hoe moet ik nou weten hoe ik van een kroonluchter moet vallen? Oh, houd toch je kop.